Jongetje Jette die had het laatst gezegd. Hij zegt, ik ben geen klimaatdrammer meer. Nee, nou, en ik was nog zo naïef om dat een beetje te geloven. Nou, vrienden, hey, vergeet het. Jongetje Jette die heeft last van zijn windmolentjes. Ja, en waarschijnlijk heeft hij ergens een keer een boem, een tik van een windmolentje gehad. Ja, ja, ze waarschuwde nog. Kijk uit, jongetje Jette, kijk, boem. En ja hoor. En nu blijft hij daarmee bezig. Met die windmolens. Want het staat weer in het programma. Maar los daarvan. Hij zei, ik ben geen drammertje meer. 2030. Hij zegt, nou ja, we moeten niet over jaartallen hebben. Hup, staat weer terug in het programma van D66. Ja, 2030. Ja, we hebben haast. Ze hebben weer haast. En 2050, dan moest alles voor elkaar zijn een beetje qua klimaat. Nee, 2040 moet het worden. Ook die haast hebben ze. Hoezo geen drammer? Ja, nou, en of het een drammer is. En over die windmolens. Er is pas geleden een rapport verschenen van een commissie van de EU. En die hebben gezegd dat het heel slecht is, die windmolens. Het is slecht voor alles en nog wat. Voor de vissen, voor de visserij, voor de natuur in het algemeen. En die hebben gewaarschuwd. Kijk nou uit met dat alsmaar van die windmolens neerzetten. Nee, niet bij D66. En dan wil jongetje Jette, die wil toch maar die hele Noordzee volbouwen. Nou, hij heeft zo'n nieuw shirt, hè. Er staat op, klimaatdoener. Ja, vergeet het. Hé, hey, jongetje Jette, je moet een heel ander shirt dragen. Daar staat op, ik loop met molentjes.